Yo kijkers van de Dumme Mannen, super awesome te kijken deze gloednieuwe video. Echt bedankt voor de 150 subs. Echt, ik kan het niet geloven, want kijk, de laatste keer, want kijk wat er zeg maar gebeurd is, dat, ik had al zo'n 130 abonnees of zo, en ik kreeg steeds maar, terwijl ik geen eens een video ging opnemen, kreeg ik er steeds subs bij. Dus ja. Ja, kreeg ik er steeds subs bij. Dus ja. Ja. Nee, maar ik vind het echt tof van jullie. Echt van die abonnees, ik meen het. Maar ik moet jullie nog wat vertellen over. Precies ook bij de 150 abonnees. Gaat er ook wat gebeuren. Nou, wat er dus gaat gebeuren. Ik ga dus... een momentje. Nou, wat er dus gaat gebeuren. Ja, ik ga verhuizen volgende week. Mijn vader die moet nog wel meubels kopen. Dus de eerste paar dagen zitten we op opblaasbedden daar. Ik weet er zelf ook nog niet veel van. Het is zeg maar vanwege, ik word steeds gebracht naar school vanwege omdat we heel ver, dat we ver van de school af wonen. Want ja, toen we die school hadden gevonden zeg maar, toen, die was nogal, ja, dat was de enige school die we per se kunnen zoeken ofzo. Ik weet er zelf, dat is de enige dus die we konden zoeken. En ja, dus moesten we dus steeds, mijn vader moest me dus brengen. En ja, ik bedoel, ik ben geen klein kind meer, weet je wel. Dus ja, als we daar wonen, zeg maar, dan kan ik gewoon lopend naar school gaan en zo. Maar echt bedankt voor de 150 abonnees. Ik heb één nadeeltje en dat is, ik weet niet wat ik moet doen als... als 150 subs challenge. Ja, laat het even in de beschrijving achter. Ik kan weer opnemen. Ik heb een nieuwe screen recorder. Dubbed. Video Captor. Bandicam was mijn keymaker verwijderd. Vanwege omdat mijn computer gereset werd. Maar ik heb nu ook twee beeldschermen en zo. En ja. Maar als jullie de challenge weten, zet het in de beschrijving. Sowieso geen livestream, dat wordt sowieso niet gedaan. Challenges weet ik niet, want ja, ik heb geen telefoon. Ik heb een telefoon, maar niet zo'n telefoon van, je weet wel. Maar ik heb wel een tablet, maar dat zien we dan wel. Maar challenges, ik denk dat het challenges zijn ietsje groter kans dan een livestream. Bijvoorbeeld Lucas, die had al gezegd van ik moest mijn haar weer kaal scheren. Überhaupt zal ik dat wel misschien als challenge wel leuk vinden om te doen, maar ja. Ik bedoel met real life, ja je snapt wat ik bedoel. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet nog geen like te laten als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet ook niet te abonneren en te reageren. Ik zeg tegen je, laters.